Yes, guys. Welkom, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. Wat ik vandaag met je ga doornemen zijn dus 5 producten om in september te gaan verkopen. September is een super goede maand voor Shopify dropshippers. En vandaar heb ik 5 producten voor je uitgekozen die je deze maand kan gaan lanceren in september. Of in ieder geval jezelf kan voorbereiden voordat september komt. Om daarin de juiste producten te gaan accepteren. Nou, abonneer en like op dit kanaal en comment voor meer voordat we erin duiken. En dan ga ik gelijk alles. Met je doornemen voor de presentatie die ik vandaag voor je heb gemaakt. Nou, product nummer 1 is een fitnesslegging. Is een vrouwendominant, heeft een hoge taille, strakke broek. En je ziet ook dat vrouwen er door beter gaan uitzien. En dit vult ook echt een behoefte. Dus het is gemakkelijk om te dragen ook. Het heeft ook die hoge taille. En het verbetert zelfvertrouwen omdat je de rondingen van de vrouwen in dit geval beter ziet. Het is vrouwendominant. Ja, lost een probleem op, vult echte behoeften, verbetert kwaliteit van leven en heeft ook dat wow effect door die hoge en door dat extreem ronde effect van deze broek in dat geval. Dus dat maakt dit echt een supergoed product om te adverteren. Kan je ook het hele jaar door adverteren en echt ideaal om nu in september te gaan lanceren met de juiste marketing engel. Nou, product nummer 2 is een magische plasmabal en deze zorgt voor nachtverlichting, voor sfeer en het is voornamelijk voor kinderen. Het is echt een perfect cadeau voor de feestdagen of voor verjaardagen. Dus ja, zeker een goed product en het is echt een wauw effect Verbetert ook kwaliteit van leven. Um, ja, het heeft gewoon uh, wat extra dingetjes, uh, extreem uniek, echt. ...echt een heel goed product om te kunnen gaan verkopen. Dus vandaar dat ik dit product ook aanraad om uh, ja, in september te gaan adverteren... ...net als het vorige product. Het is ook evergreen, dus niet seizoensgebonden. Kan je het hele jaar door verkopen. En product nummer drie is echt een uh, roos in een soort ja, doos... ...om het zo maar te zeggen, met wat lichtjes die het geeft. Dus dat maakt het extreem uniek. Het is echt een partnerproduct. Het is een cadeauproduct. Het is een uh, bloem, kunstbloemproduct. Het geeft ook licht kan je ja, geven voor iemand voor een bruiloft, maar ook als decoratie in huis, voor moederdag, voor Valentijnsdag, voor kerst, Sinterklaas, weet je wel. Voor alle feestdagen is dit echt een uh, geschikt product. Het heeft echt een wauw-effect en uh, vult een behoefte van veel mensen. En ja, dat maakt dit gewoon een uh, extreem uniek product. Het is ook een vrouwendominant product, omdat je voornamelijk rozen aan vrouwen geeft in dat geval. Dus zeker een goed product om te gaan verkopen met een, uh, ja, met een mooie marketingsengel daaraan. Gaan we naar product nummer vier? En dat is een mini wasmachine. En het zorgt voor Turbo Convenience. Het is een mini washing machine. Het is turbo. Het zorgt voor reizen. En kan je thuis gebruiken, maar ook op reizen. Dus er is een probleem oplossen. Er zit een grote markt in. Dus ja, dit lost echt een probleem op. de kwaliteit van leven. Bespaart tijd. Bespaart geld ook daarmee. Dus dat maakt dit echt een extreem goed product. Een extreem uniek product ook. Een wow effect en uh, verbetert gemak ook, maakt dingen gemakkelijker. Dus dat zijn allemaal dingen die dit product heeft waardoor dat dus een goed product maakt. Nou, wil je weten wat mijn unieke product research strategie is? Op dit kanaal heb ik meerdere video's gemaakt waarin ik je precies uitleg hoe jij winnende producten kan vinden in 2024. Dus check die zeker na deze video. En dan gaan we door naar het laatste product. Product nummer 5 is voor honden, voor drinkwater, is een probleemoplossend product en het loopt ook niet over. Het is een super grote markt, want honden moeten namelijk dagelijks drinken, dus het verbetert gemak en uh, lost dus ook een probleem op en verbetert de kwaliteit van leven van de hond, maar ook van de eigenaar van de hond. In dit geval, het ziet er ook netjes uit en zoals je ziet kan die ook niet uh, ja, boven het randje waar het water zit, zeg maar, om ervoor te zorgen dat ja... Dat de rest van de kamer, waar de bak staat, ook niet nat wordt. En je hebt hem ook in verschillende kleuren. Wat dit product dus uh, ja, uniek maakt. Dat waren alweer de vijf producten die jij in september kan gaan verkopen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Abonneer en like en comment wat je de volgende keer graag wilt zien. En dan check je weer in een gloednieuwe video. Ciao, ciao.